kraanverband. Altijd handig. Die hou ik. Wethouder Richard de Mos en burgemeester Pauline Krikke gingen al voor. En ook Madurodam-burgemeester Ties Brink stak de handjes uit de mouwen in het kader van de Trash Tag Challenge. Dit alles om de Haagse straten een stukje schoner te maken. Hoi, mijn naam is Ties Brink en ik ben de burgemeester van Madurodam. Ik ben uitgedaagd door Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag, om de Trash Tag Challenge te doen. Daarom heb ik hier vandaag in het Transvaalkwartier met mijn wethouders het hele plein brandschoon gemaakt. Maar nu is het de beurt aan jou, Rogier van Den Haag FM. Veel succes met je challenge. Rogier liet daarom zijn handjes vandaag flink wapperen. Yes, aan de slag jongens, kom op. Yes. Succes hè. Gelukkig ben ik een krachtpad, hoor, dat scheelt. Misschien leuk voor thuis? Ja, zeker. De bedoeling van de Trash Tag Challenge is dat je een foto maakt van een vervuilde plek, het daar opruimt. Er staat dan statiegeld op, denk ik. En dan nog een foto maakt. Bonnie, we zijn bezig met de Trash Tag Challenge. Yes. Hoe is het gesteld met het afval in Den Haag? Ja, het is wel een hoopje, kan je zeggen. Maar het valt wel mee, hoor. Ja. Ja, onze taak vandaag is, of van jou altijd, is het opruimen van eigenlijk het verkeerd aangeboden huisvuil. Kom je dat veel tegen? Bijvoorbeeld in Laak, waar we nu zijn? Ja, dagelijks. Dagelijks zetten mensen wel een troep daarnaast. Maar daar zijn wij voor, hè. Zo dan, ik krijg weer die betonblokken voor me kiezen. Oh, het is hout. Hoe vind je dat ik het doe? Top, je mag jezelf solliciteren bij ons. Okay. We zijn op zoek naar nieuwe collega's. Ben ik aangenomen? Zeker, van mij wel. Wat is dit nou weer? Wat is nou het raarste wat je ooit hebt aangetroffen bij een orak? Ik zelf een Big Shopper tas met allemaal volwassen dvd's. Volwassen dvd's? Het treedt niet in detail. Nee. En ook Rogier treft tijdens zijn schoonmaakactie iets bijzonders aan. Kraanverband. Altijd handig. Die hou ik. Zo. Mijn Trash Tag Challenge zit erop. Ties, nogmaals bedankt voor het nomineren. Ik heb de dag van mijn leven gehad. Ik zweer het je. Ik heb kraanverband, kerstbomen, alles in mijn handen gehad vandaag. Ik ben blij dat ik de jongens een dagje heb mogen helpen. Bij deze wil ik heel graag Pat Smit nomineren om ook mee te werken aan een iets schoner milieu en even hier en daar wat zwerfafval op te ruimen. Pat, succes! Kom Bonnie, we gaan een bakje koffie zuipen. Ja, lekker. Hebben we wel verdiend? Zeker na hard werken. Oh. Ja. Ook heb jij de meeste gedaan. Busje mooi schoon. Ook. Oh, kun je dat nog één keer herhalen? Wat zei je nou? Ook heb jij de meeste gedaan. Thanks. Chillste dag ooit voor mij.